Are you watching this Creators Fans? En... Hey, zie jij nou te veel? Zit jij nou te veel? Jazeker, misschien zelfs wel het doelpunt van het jaar. Even een glitch. De Van der Holwijn probeert met Bril op te voetballen. En wat gebeurt dan? Bril is echt meerdere malen gevallen. Zit het allemaal uit? Tegenstander schijnt nogal goed te zijn. Noah is afwezig, houdt Koen dan wel de nul? Hoe is het geworden? Wat dan? Dit wordt een doelpuntenfestijn. Met de gekke celebrations, want wie scoorde hier? Frank Slotter is terug, krijgt een nieuwe vriendin en zaagt uiteraard tegenstanders doormidden. Het is gewoon elke keer hetzelfde gejank. Komt Roy van zijn strafschoppen-syndroom af en wie is dit? Jullie gaan me zien, hè? Ah, ja, ja. En like ook, hè? En belletje. Ding dong. Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Dear Brownie. Here we go! We zijn in Lissen! Listen to my heart! Waar Koen en Koen door elkaar worden gehaald? Hey, Koen! Mag ik Koen? Op de, mag ik met jou op de foto? Gaan we deze ook in de wedstrijd zien? De sfeer is geweldig! Back in the game chat. Ja toch? Lieve mensen! Nee! Ja. Niet weer die lieve mensen! Nee! Dat zeg ik altijd in de klas. Rijn en Frank worden aangenaam verrast tijdens de warming-up. Ik zie veel vrouwen op het veld staan. Ja, ik ga eerst gewoon die vrouwen ga ik eerst even een flinke schop geven, denk ik. Gewoon laten weten dat we er zijn. One up! Dat is de... Eentje is aanwezig. Wil jij nou volgende keer dat jouw woord wordt genoemd, moet je even in de reacties zetten. Zet je woord in de reacties, doen. Is zo naar de cameraman. Iedereen doet de sea love, zet hem in de comments. En... Shout-out aan Joshua! En Glenn spreekt de cameraman toe. Dus gewoon gelijk scherp, gelijk de focus erbij. Sterkspeler is gearriveerd. Slechtste speler van het team is ook gearriveerd. Hé, beter, no pressure. Ik wist het. Luc Steen heeft het naar zijn zin, hij oefent vast de aftrap. Shout out naar Joshua! Two touch. Wel gewonnen. Helemaal crazy. Hey Luc, ik wil eerst echt zien, want ik ga het trucje ook doen voor je. Ik kan hem ook. Er zijn nog steeds kijkers die niet geabonneerd zijn, hoorden we. Dus nu abonneren, anders ben je geen echte. Dames en heren, deze man heeft 2 penalties van Lukaku gestopt. En dat wordt gevierd door zijn teamgenoten. Dan gooi je die toko open, joh. Toko open, dames schrikken zich rot, want er staan nogal wat fans klaar bij FC Lisse. En ze gaan een heerlijke wedstrijd zien, dus geef een like wanneer je het leuk ziet of hoort. Dames en heren, jongens en meisjes. Ze komen eraan hoor, nu al. En we hebben iets unieks, want we gaan voor het eerst in 7 jaar op tijd beginnen. Dit zijn Defano en Delano, bros, echte. Voor de duidelijkheid was het niet Arsenio, ze hebben allebei lang haar, maar het is geen Arsenio. Vlaggen, uitverkocht, 1500 toeschouwers en een video waar heel veel mensen naar gaan kijken als reclame voor je club. Wie wil dat niet? Gezelligheid in Lisse, gezelligheid. Vol verwachting gaat iedereen zitten en ze zullen niet teleurgesteld gaan worden, want creators leveren altijd links de mascotte in het midden. Roy, de coach, wie heeft die geselecteerd en wie zit er in dat pak? Roy staat naast Koen Zitoen, Glenn Helder, Rutger Flips, goalgetter Jasper Fit, Luc Steen, meester Roy, zanger Vincent Visser, Frank Slot, alles kunnen Ricky, Loco Alessio, Defano, Holwijn en bro Delano, die betaald voetbal speelde, en Rijn van Duivenbode, die goed kan skiën. Dan een zwaai wave en daar de tegenstander een FC Lisse mix dat leuke meiden heeft geselecteerd voor het plaatje. En er zit veel muziek in de creators. Lisse is dan wel heel dramatisch aan het verjongen. En dan een uniek moment. Alle creators zijn 4 seconden stil. En Roy neemt kleine jongetjes in de maling. De groene van Oranje. Ja, ik weet het al, dat is eigenlijk niet eerlijk. Zij staan nu al verkeerd. Hij valt de groen. Gooi mij in de lucht. Laat me vallen. Ja. Zie je? En wat is het? Het is goed, hè? Nou, dat is niet nou, we zijn er ook. Ja, ja, ik ben goochelaar, ik weet dat. En Lisse heeft zelfs een faantje voor Captain Roy. We hebben er weer één bij voor de collectie. Ja, ja. Lisse heeft ook een top scorebord en geweldig veld. Luister, ik zit te twijfelen of dit veld niet beter is als bij Arsenal. En Krikel heeft iemand op de wedstrijd afgestuurd, want... Ja, we zijn 50 YouTubers een knuffel aan het geven. En toen schoot ik vol. Het werd helemaal emotioneel. Dan de unieke aftrap door Luc Steen. Creators is in the game. Maar leidt wel gelijk balverlies.
En dan is dit gastje er vandoor. Slalomt hij als een mini-Messi dwars door Creators FC heen. Vallen ze bij Bosjes. Gaat hij dan scoren? Ja, ook dat nog. En Frank Slotter is daar niet blij mee. Vijf jaar en dan zo'n eerbetoon krijgen. Vijf jaar! Wat doe je nou, man? En dan zijn we echt begonnen, althans. Roy zit er nog niet helemaal lekker in. Maar die deed je echt als Stevie Wonder. Zijn volgende balcontact is al een stuk beter. Waarschijnlijk geschrokken van die boarding die speciaal voor Roy de coach is opgehangen. Daar, die. Maar ook aan de kant van Lisse hebben er een paar te maken met videovrees, denk ik, zo te zien. Heerlijk. Wel, hè? Heerlijk. Glenn zelf durft het gelijk van afstand te proberen en maakt zo in ieder geval contact met zijn fans en vindt het gras dan toch wat tegenvallen in de praktijk. Dat gras krijgt het vanavond behoorlijk te verduren, let maar op. Daar komt meester Roy en die zaagt er gelijk een stuk uit. Gelukkig zit hij op golf en weet hij dat je zo'n plag een niveau moet terugleggen en aanstampen. FC Lisse, leuke club. Roy en Glenn met een 1-2'tje. Goed, een dubbele 1-2 zelfs. En het doel staat net te veel naar links. Lisse heeft een cocktail van spelers uit allerlei teams en speelsters. En daar een soort mini Celine. Die kan aardig voetballen hoor. En trekt de aandacht van iedereen daar. Glenn, nu is niet van rechts, maar in de as. Zodra je een tegenstander dolde, er komt weer een schot. En die keeper van Lisse is een goeie hoor. Het boek van Glenn komt trouwens na 55 jaar nu echt binnenkort uit. Daar is hij weer. Glenn is net een Jehovah-getuige. Iemand die graag bij je naar binnen komt. Je weet dat het gaat gebeuren. En toch lukt het vaak. Daar is Roy. Rechtsbenig doet het met links. Latje trap Glenn. En dat zou zijn eerste kopdoelpunt worden in zijn carrière. Roy met links. Glenn met zijn hoofd. Het moet niet veel gekker worden. En Glenn wordt dan vervolgens voor straf weggestuurd door meester Roy. Daar gaat hij, Glenn Helder. Maar die keeper is niet voor niets hun aanvoerder. Prima gered. Ja, en dan denk je weer, ja, is het weer zover? Ja, wordt het zo'n avond dat hij er maar niet in gaat? Nou nee, er komen nog heel veel doelpunten. Misschien nu al met Alessio. En laat hij maar schuiven. En juichen. Lekkere goal. 0-1. Creators op voorsprong. Wij zijn trots. Alessio Bellingham strikes again met dit doelpunt. En let dan op, dan een smerige zaag. En Lisse dat het nu van heel ver gaat proberen, maar Koen heeft nog steeds de nul. Wordt hij de eerste keeper van Creators FC in 7 jaar die dat lukt? Vincent sneller dan zijn tegenstander, veel sneller en weer een zaag. Hoppa, gras eten, strafschop. Na een assist van keeper Koen. Ja. Hier hoeft geen VAR aan te pas te komen. Later wel. Wie gaat hem nemen? Roy, want die wil van zijn penalty-syndroom afmisten de laatste 34. Hocus pocus, wat een doelpunt. 0-2 door FC Creators. Hij moest er even uit naar die misser. Voor de wedstrijd. Dank je. Naar die missers. Roy maakt zo zijn 21ste Creators-doelpunt. Staat derde op de topscorerslijst. En na dit doelpunt en na dit juichen wisselt hij zichzelf na 20 minuten. In dit tempo gaan de Creators trouwens 9 keer scoren vanavond. Maar houden ze de nul? Houden ze de nul? Rijn redt Koen hier. Lekker. Glenn. Jasper laat lopen voor Vincent. En is dat dan buitenspel? Deze wapperwappie vindt van wel. Beetje jammer, buitenspel. We hebben Defano nog niet aan de bal gezien. Hier wel bijna. Nee, maar Defano, ja, topspeler. Topatleet ook, hè? Glenn. Het loopt daar op rechts als een trein met meester Roy. Daar hebben we Vincent en weer gefloten en gevlacht en verkeerd besloten. En dus gaat dit feest niet door voor de neef van Ria Valk. Luc Steen wordt trouwens behoorlijk gemist in dit duel. Gaat hij nog invallen? Ik heb hem echt nodig. Ik heb hem echt nodig. Maar Luc is geblesseerd, gaat later wel invallen. Dit is Marijn van ver aangeraakt en oh, wel, wel, wel. Weg nul. Eerste reactie. Dan krijg je zo'n goal tegen. Niet normaal, man. Man, 25 minuten volhouden. En dan krijg je zo'n schot. En Slotta doet even zo blok, maar geen blok. En hij valt zo in slow motion over me heen. Ik krijg 500 euro. Ik heb het geld nodig. Huur is hoog, man, deze dagen. Na 25 minuten wordt het zo 1-2 en is het weer spannend. Ja, daar sta je. Maar je moet door, ook na tegenslagen in het leven. Jasper wordt aangespeeld
en krult hem zo bijna erin. Die vriend en fitnesscoach van Robbie van de bank zitten. Ah, daar is Senna weer, die mini Celine. Goed naar Rickwin. Maar achterin staat de slotter op de deur, Frank. En die zegt, gaat u daar maar liggen. Lisse wordt sterker en heeft daarvoorin wel wat schotkracht, hoor. En Roy is niet zo goed in netwerken. Ja, daar kan je alleen maar, glimmer van krijgen, joh. Dus, Herkansing voor Roy en weer de lat en gered door Koen, ziet toen. Dan komt Ria erin bij Lisse. Nu gaan we het meemaken, hoor. Zij haalt Vincent over voor een date. Bijna. Jasper. Naar Rutger. En natuurlijk scoort hij makkelijk vallend door al die flips, maar hier nog niet. Rijn, slippertje, achterin. Veel snelheid voorin bij de creator. Snelle Jelle is weg. Jasper had die opzij moeten leggen naar Vincent, denk ik. En dat vindt Vincent daar midden in beeld ook. Wel weer een goede renning. Glenn, die wil weer bij Lisse naar binnen. Maar de deur staat dicht, nu op een kier. En weer is Glenn heel dicht bij zijn doelpuntje. Waarmee hij op gelijke hoogte zou komen als Roy de coach. Daar zat nog een gouden handje aan. Ricky, bij de beste team van alleskunners VIP's, gooit hem naar voren. Jesper Golasso. 1-3. En de assist was van haar. En onze stagiaire Ricky zet dan de turbo aan om na de goal de emotie te filmen, Kloos. Dat maakt het 2-2 voor Creators FC. Nou, 2-2. 1-3 volgens mij. 1-2, ik sta er nou. En ook zij in verwarring, maar het is echt 1-3. En PSV'er Jasper maakt hem. Alessio stuurt Jasper diep. Die houdt van diepgaan. En weer is het bijna raak. Die twee vormen een prima en supersnel duo daarvoor in. Koen gooit dan wat bagage van zich af. Heeft allerlei telefoons gescoord van kinderen achter het doel. Mini Celine met een maxi poging, hoor. Die heeft een prima schot in die lange benen. Hou haar goed in de gaten. Bij deze slow motion zien we mooie zweef ook van Koen. Aan de andere kant Glenn op Jasper. Jasper en weer raak. Die blijft maar scoren. En dus de suuuu. Mis. Raak. Mis. Raak. Yes. Are you watching bankzitters? Robby, dit ga je zeker kijken. Ik denk dat het een hat-trickje wordt. Dat denk ik wel. Hij rondt het uitstekend af. En ook achterin staat het bij de creators als een huis. 5 goals, nog voor rust. 1-4, dus de stand. 39e minuut. En hij blijft maar rennen. Klasse. Dan. Glenn steekt hem op Jasper. Jasper schuift hem net naast. Die is op dreef, hoor. Wil Robbie gek maken en uitdagen met zijn doelpunten. Daar is Mini Celine. Lisse heeft nu een paar sterke, goede voetballers vooraan staan. En het eerste speelt in de tweede divisie. Hoog dus. En dit wordt een schot. En dat schot is laag. En de voet van Koen. Die kan keeper, hoor. Op hoog niveau. Heel mooi, schitterend gevierd ook. De koprol van Koen na zijn hele, hele knappe redding met dat linkervoetje. En let dan op. Wat gebeurt er dan? Een beetje kort terug op Koen en die gaat dan voor deze actie. En deze actie, dus voor een solo, is nu wel heel ver van huis. En daar schrikt huisprediker Glenn van. Dit is Jochem Teling en gaat hij het proberen? Ja, en gaat hij het doen? Nou, meester Roy niet. Goal! Een wereldgoal! Goal voor 2-4 en hoezeg! Ik spreek Glenn in. Ja. Glenn balverlies. Nee, ja. Die heeft nooit balverlies. Maar het was niet Glenn's fout. Maar die had wel balverlies. Maar niet Glenn's fout. En toen schoot die goal, ik weet niet hoe. Er zat nog een hand van de meester aan. Kijk maar, te vergeefs. Dat spijt me niet. Hij is 3 meter 8 en die bal gaat over me. De meester krijgt straf van Koen omdat hij die bal niet wist te redden. Kontje kets met keepershandschoenen. En hij krijgt de complimenten van Glenn. 2-4, vlak voor rust. Maar er komt nog veel meer bijzonders aan in de eerste helft. Defano en zijn bril bijvoorbeeld, die viel steeds af. Bijvoorbeeld bij deze actie. En dan moet hij oppassen dat hij er niet op gaat staan. Dan is hij de weg helemaal kwijt. Moet hij gaan rondkijken. Geel, dat moet hij zien te herkennen. Geel, ja. Dat is geel, Glenn. En die doet dan zijn ding, maar gestopt. Het brillenvuil. En hoe ik in de auto zit, denk ik... Shit! Ik heb geen lenzen.
En toen dacht ik, nou ja, we gaan het toch gewoon mee moeten doen. Maar dit doe ik dus ook nooit meer. Het werkt totaal niet, man. Bril is echt meerdere malen gevallen. Zo dus, een soort brilletje van Van Dalen. Google dat maar eens. Daar gaat hij. Lisse wil nog voor rust de aansluiting gaan scoren. En Koen heeft vooral zin in duiken en zwemmen. En neemt dan na dat zwemmen, de schoolslag is dit, zo de achterbal. Dat is logisch. Gek dat dat niet vaker gebeurt. Je kopje gebruiken, slim. En Ricky, Frank, temporiseert dan eventjes. Dat is ook sluw. Dit is Suus. Die is populair. Zwaait even naar de fans. En daar is Rutger met Roxanne. Daar is Rutger zonder Roxanne. Daar is Rutger. Daar is Rutger die op de paal schiet. Via de keeper. Ook hij staat een doelpunt af van de top 3. Maar die Ryan is een echte keeper. Daar is Stefano en daar gaat zijn bril weer. Rijn neemt zijn taken gelukkig waar. Waar? Nou, daar. Maar Marijn, die het eerste doelpunt maakte, is hun beste voetballer. En Koen zegt dan, kalma, kalma. Niks aan de hand. De fotograaf is even niet heel scherp. Koen wel. Altijd scherp en altijd aanwezig. En dan wordt het rust en hebben we zeker geen brilstand op het scorebord. Geen 0-0. Maar na 45 minuten 2-4 en er volgt nog veel meer. Hij wil eerst vier acties vier boven mij. Vissen bril kijken. Hallo, ben ik zo in het veld in. Alles onder controle, lieve mensen. Er komt bij mij een vrouw op leeftijd. Het gaat echt lekker. Ik vind het een hele leuke wedstrijd ook. In Lisse, waar de beveiligers leuk zijn, koek, koek. Grappig, scherp en in de maling worden genomen door Koen Citoen. Ja, geen foto's, hè? Geen foto's. Glenn geeft in de rust een gevreesde speeches, zelfs wanneer je heel nodig naar het toilet moet. Dat is zonde. En dat zeg ik elke week. Kijk gewoon waar je hoofdbrillen zijn, kijk waar je kachel zit. Ik ben geen speed. Denk je dat ik ga scoren? Ja, ja. Ik denk dat Koen geen enkel tegen gaat houden. Wat vinden de creators eigenlijk van hun tegenstanders bij rust? Leuke spelers, leuke sfeer, alles is leuk. En vandaag halen we geld op voor Stichting IT for Kids. En daarvoor wordt maar liefst 9000 euro opgehaald. Met elkaar hebben we 9000 euro opgehaald. Dankjewel, veel plezier. De spelers en fans hebben leuk contact met elkaar. En dan zien we mevrouw Schipper en een spetterend vuurwerk. Gevolgd door Roy de Coach die een rondje geeft bij de aftrap. De fans worden vermaakt door Koen en Frank. Kom ook een keertje kijken. En dan begint een tweede helft die twee keer zo leuk is als de eerste. Met een korte terugspeelbal en Lisse dat sterk begint. Maar Koen is natuurlijk een rolmodel. Hij krijgt geen slipjes naar zich toe gegooid, maar mobieltjes om tijdens de wedstrijd foto's te maken. Voor de fans. Allemaal gratis telefoons. En wie hebben we daar? Kees Schalk, de oudste tegenstander van Creators FC ooit. Respect. Voor Kees Schalk. Van ons en van de spelers. Kees is een held. Kees is de president. Die Kees gaat ongelofelijke dingen laten zien. Glenn sloof zich hier uit voor de meisjes om zich heen. Glenn. Naar Vincent. Vincent Visser. En wat een golazo. 2-5. Hey, assistje. Goed hoor. Hey, krijg hem. Goed, boys. Speelt topwedstrijd, vind ik. Zeker, en zij krijgen slaande ruzie. Een half verbrugge handje zat daar nog tegenaan. En dan Kees, met een schot, met een paas, met een poging op eeuwige roem in ieder geval. Bijna. Vincent wordt daar kort gedekt. En dan een panna deluxe. Heerlijk. Glenn, ja, ze zijn nu los. Kijk eens naar deze actie van meneer Helder. Ook nog een doelpunt. Nou, Rijn, bijna. En Vincent. En oh, die wordt daar van de bal gezet door Roxanne. Ja, daar kan je alleen maar glimlach van krijgen, joh. Dus, Alessio doet een slalom, een reuze slalom. Alessio en een goede redding. En reuze kans voor Roy. Reuze misser. Maar dat ligt natuurlijk aan het doel. De lat ligt te laag voor Roy van Rossum. Na dit schot en deze redding. En dit schot. Bijna. Sterspeler Marijn is dit.
Ricky was dat. En wie komt daar? Daar komt Mats. Mats! Bijna, bijna. Technisch heel knap om die bal zo naar achteren te pasen met effect naar Mini Celine. En die laat Koen mooi zweven, zweefzeef, in slow motion. En daar is deze slow motion van. En deze. Dan zien we daar Arsenio. Delano. Nee, Defano. Delano. Oh! Goed schot. Hij kan ballen hoor. Speelde in Schotland, Griekenland en Cambuur. Die Delano. Dan sprint Kees buitenom. Maar dat wordt helaas niet gezien. En Koen heeft het naar zijn zin. Dit was echt een geweldige redding hoor. Hoe kon er zo vrij geschoten worden? Wat een redding zeg. Van Koen zie toen. Ja, dat kan die. Hij kan keepen. Gewoon echt. Dat is Ricky's schuld. Dan laat Koen zijn atletische kunsten zien. Loopt die hoekschop door. Naar dit moment komt er een voorzet. En daar is Mats. Baak. Raak. Rijn stond tegen drie man daar. Stuitje. Ja. Ook het weer indraaiend. Wind. Sneeuw. Maar vooral niet helemaal lekker neergezet die verdediging daar. 3-5 dus. Lisse blijft in de game zo. Wanneer ze luisteren naar hun coaches. Delano. Delano richting Rutger met bijna een Mbappé-achtig doelpunt. Kan goed voor zijn man. Vrouw. Ja, wat is het nou? Alessio. Roy. Die is gegroeid. Ook in de wedstrijd. Komt met deze assist. Alessio. 3-6. Er is een telraam bij nodig. Perfect schuiven. Die FIFA trade. Voor de mensen die nu FIFA spelen. En wat een assist van koning Roy. Roy. En met het afmaken was ook helemaal niets mis. En zoveel goals heeft Alessio gescoord. En zoveel is er gescoord met nog een knosgek half uur te gaan. Komt Luc er nog in? En waarom rennen er zoveel mensen met hem mee? Gaat er nog een Holwijn scoren? Delano heeft power in zijn poot hoor. Lachwekkende redding van die Tigo die nu keeper is bij Lisse. Ook een hele goeie. Alleen bij de creators zie je trouwens topspelers die tijdens de wedstrijd selfies aan de fans uitdelen. En ook dit zie je alleen hier. Kees wordt een beetje ingeschoten door meester Roy tijdens de wedstrijd. Nog. Wij tikten even over, Casey en ik. Om Kees nog meer zelfvertrouwen te geven mag hij deze pannen uitdelen. Maar Frank Slotta vindt het helemaal niks, is woedend en komt daarna met deze zaag op Kees. Mees Kees probeert Frank daarom te schoppen. Ook Koen is nu volledig gefocust op het gevaar, Kees. En het wordt dan gemener. Ricky wordt zo van achteren gepakt. Dan Mini Celine. En nou, die bal dreigt naar de kruising te gaan. Wat goed en dapper dat er ook dames meedoen trouwens bij Lisse. Jasper. Daar is Glenn. Gaat die het duel dan bus Lisse? Nee, het zit hem niet mee. En voor straf verlaat Koen dan zijn huis. En we weten hoe dat in de eerste helft afliep. En dan komt Koen met een ordinaire punter. Die naast gaat. En dan drums, please. Tromgeroffel, want Defano komt erin. Hier is een broer op Alessio. Ook die wil een hat-trick. Heeft al een top 10 hit met Loco Loco. En daar roadrunner Jasper. Maar Lisse is in de regio waar onder meer Edwin van der Sar vandaan komt. Goeie klei daar voor goede keepers dus. Prima redding van hem. Defano, brilgoed en gaan, zeg ik. Suus. Anouk en een vrouwengoal. Nou, net niet zeg. Het tsunamiet nu heen en weer. Het is dat Creators FC strijders heeft als Vincent. Kijk hem eens gaan. Hoppa. Ik bedoel, die gasten die gaan ervoor alsof we bij Barcelona spelen. Maar Lisse doet dat ook. Hoekschop en daar is Kees. Koppend, vallend. Komt hij nog overeind? Ja. Kees. Met wat hulp. Wat een moment. Een Beb Bakhuis goal van Kees. En kijk dan eens naar die collectieve vreugde die ontstaat. Een voorbeeld voor de hele wereld dit. Kees moet dan wel gelijk helemaal kapot van die duik gewisseld worden. De legende van Lisse. Hij is ook groenteboer, heb ik begrepen. Niet? Nee, weet ik echt eigenlijk niet. Maar dat vond ik leuk om te zeggen. Fruitig goaltje hoor, van Kees Schalk. Maak hem maar, Schalk. Maak hem koning van Lisse, want zo scoort hij. Normaal doet hij dat in de kantine, over de tafels, maakt zijn buikschuiver. En nou in het veld. Niets dan lof voor Kees.
Maar met 4-6 is het nu wel even oppassen. Voor de 5-6. Of voor Ria die gaat scoren. Bijna. Maar Ria is geen Kees natuurlijk. Bikkelt wel door en komt vallend met deze paas op Suus. En dan stopt het daar. Aan de overkant is Rijn op dat moment weg. En het gras is daar net wat langer. Hij krijgt de bal niet lekker mee. Geen 4-7. Heel netjes opgevoed daar in Lisse allemaal. En het ligt nu volledig open. Rijn weer. Net niet. Tycho weer wel. Goede reflex met die voet van Tycho. Wat een wedstrijd. Jasper. Alessio. Oh, koekoek. En Jasper. Zoe. Wat een knal. 4-7 na deze goal. Keeper zat er nog aan, maar hij was gewoon te hard en te goed. Are you watching Robbie G? Maar telt hij wel? VAR! Is een goal. Jee van Jasper. Kijken. En dan even schakelen naar Zeist. En wat wordt er besloten? Hij telt! 4-7. En Jasper die blijft maar scoren. Een hoger gemiddelde per duel heeft hij dan Haaland en Jiménez. Lisse gelooft er nog wel in. En Koen Citoen is in bloedvorm. Mooi trouwens hoe hij en Glenn altijd als laatste van het veld gaan na honderden selfies te hebben gegeven. Dan gaat er een shirt uit. Worden er shirtjes gewisseld? Wordt er een striptease gegeven? En gaat hun keeper voetballen? Koen tot nog wat met Ria. En Glenn is nog steeds uit op zijn goaltje. Nu dan, Glenn. Helder. Boom. 4-8. Hij heeft hem te pakken. Tegen een keeper die er net een minuut in staat. Glenn scoort in de laatste minuut. Zo dus. Hard. Droog. 4-8. Dan is Ria wat overenthousiast bij de aftrap. Die gaat al diep wanneer de aftrap nog ineens is genomen. Heel ambitieus, Ria. Mooi, die drang naar voren. En dan, daar is Luuk Steen voor de 5 minuten extra speeltijd. Beide ploegen strijden tot het laatst. Strijden. En dan is daar die keeper. Tycho scoort ook nog. 5-8. Hoe is het mogelijk? Het begint allemaal bij Glenn. Wat gebeurt daar? Het begint allemaal bij Glenn. 5 tegengoals. Glits in het scorebord. Hey, ook al kan ik er niet veel aan doen. 5 doet gewoon pijn. Glenn allemaal van, nee, ik kan maar de bal hebben. Daar gaat het fout. Maar het is nog niet gedaan. Daar is Rijn. En Jasper glijdt hem erin. 5-9. Wordt het dan ook nog 10? En past dit geen buitenspel? Yes! Nee, natuurlijk niet. Dit doelpunt wordt gewoon geteld. En wij tellen daarna nog even verder. Het is dan nog 120 tellen. En hier is Hubert. En daar is Koen. En Mats. Die Koen matst. Door over te schieten, heel sympathiek. Koen gaat dan weer op reis. Is weer ver van huis. En het zal toch niet weer. Dit is Tycho. En Tycho. En ja hoor. Weer van heel ver. Wat was Koen er aan het doen? En waarom nam Ricky de sleutel niet over van zijn huis? Wat doe je nou? Geef mij dan die handschoenen. Kansloos. Wat doe je nou? Nee, kansloos. En mijn huis. Soisonneuf, 69 staat er op het scorebord. 4 goals in de extra speeltijd is ongekend. Komt er nog eentje bij? Not in my house, zegt Vincent. En kijk eens naar die battle tot het einde. Fantastisch. En Vincent wordt dan ook nog even gebeukt. En dan is het tijd om plannen te maken voor na de wedstrijd. Of komt er toch nog meer? Oh, daar achterin staan er een paar vrijzeggen. Zo wordt het 7-9. Jochem maakt zijn tweede voor Lisse. Wat een goal zeg en wat een voetbalfeest. Wanneer de creators bij je langs zijn geweest. Nee, nu wil ik er echt niks meer over. Koen, kijk maar eens tegen je praat. 16 goals en een aftrap daarna die ook gelijk het laatste fluitsignaal betekent. Een unieke aftrap en een unieke manier om de wedstrijd te eindigen. Luuk Steen zet een punt achter de wedstrijd. Dat zie je niet elke dag. Boom! Overwinning! Dan moet je wel, Maaike. Maar die punt is natuurlijk een komma, want er komen nog interviews die je niet mag missen. Doelpuntenfest Rijn. Dat is het. Het is een festijn van doelpunten. Ja. Gewoon met veel doelpunten ook. Ja, met doelpunten. Dat zeg maar de bal in het net gaat. Wordt ook gescoord veel, heb ik gezien. Ja. Dat dus.
De tijdelijke microfoon. Tijdelijke microfoon. Roy deed daar een drop the mic, denk ik. We gaan voor Europees voetbal. Champions League. Champions League, tuurlijk. Sowieso. 100%. Vriendelijke verzoek achter de borden te blijven. Ik ben ook geen speed, maar vanaf vandaag ben ik wel... Hoeveel is het geworden eigenlijk? Want ik ben alleen met Kees bezig geweest. Kees is echt een legend. Kees voor president, sowieso. Hoef het ook niet al te serieus te nemen. Dus, top man. Shout naar de tegenstander FC Lisse. Jank. En dan met Mike, natuurlijk. De interviews die over één man gaan. Kees! Is Kees er nog? Toen hij scoorde, dat is echt een emotioneel moment voor mij. Kees is gewoon een geweldige voetballer. Hij speelt bij ons in de 7x7 competitie. Hij heeft ook een broer, Arie, die is minstens zo goed. Ik denk dat minstens ook 1000 man voor Kees kwam. Wat leuk om te weten, Kees is zelf ook influencer. Kees is influencer? Oh, is even! Kees heeft 63 volgers op Twitter. Hart van de club eigenlijk. En zonder Kees, geen FC Lisse eigenlijk. En dan twittert hij altijd over lang levende liefde en de BNB vol liefde. Kees blijft onze held en een legende op de club. En dan schakelen we live over naar Noah Zil. Hoe is het geworden? En het is ongelooflijk, na al die jaren, weer niet de nul. Nee. Nee. Ja, hij schrok, dames en heren. Hij schrok. Oh, we hebben een bezoek. Dus volgende keer gewoon met lenzen en dan ben ik scherper. Jullie staan zo, kom eens op. Ja, jij zit hier scheetjes te laten, man. Dat is niet normaal. Man of the match, Jasper! Nee, FC Lisse, echt top geregeld. Echt waar. Het stond als een... huis. Hey. Maar gaat Ajax de KKD in? Hey. Dames en heren, laat even weten in de comments of je ook een salto kan. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Oh. Even celebrations doen. Of the world. Nou, geef maar een cijfer. Ja. Maar het was top, man. 4 goals. Dankjewel. Ik heb nog geen dansje op mijn klok. Ik doe eigenlijk altijd gewoon zo. Robbie, je was er nog niet bij. Je had er vorige keer 3. Ik had er nu 4. Dan moet jij dan natuurlijk de vorige keer 5. Lokke, jongens. Stream het. Je moet toch wat zeggen? Ja, je moet wat zeggen. Ja, echt blij. Er staat maar 1 Nederlandstalige tune boven ons. Ja. Oké, maar de tip van de dag is... Ja. 23 oktober, volgende wedstrijd in Hoofddorp. Hoofddorp? Ja. Deze wedstrijd is tot stand gekomen door hun kat... Lucky. En blijf creators checken. Tot slot een ode aan de geweldige fans in Lisse. Kijk zeker ook naar deze hilarische video.